De Wingerclub. Winger woonde in Dokkum. Ze was erbij toen Bonifatius vermoord werd. Dat zegt ze. Winger dronk te veel. Ze had een rode neus. Winger was niet de enige. Veel Dokkumers leden aan de kwaal. Wingers man leed. Hij zag dat het niet goed was. Samen met buurman Seitz begon hij een actie. Even in de E. Afgekort E.E. Iedere morgen bij het licht worden werd gezwommen. Het is goed voor de gezondheid, dacht men. Na 10 dagen deed de helft van Dokkum mee. Na 30 dagen werd Winger ziek. Ook de overige drankgenieters werden ziek. Ze begonnen een tegenactie. Niet even in de E. Afgekort N. E. E. Nee kwam 's avonds bijeen. Herberg het Friese meisje was het trefpunt. Ze waren met z'n 10. 5 mannen en 5 vrouwen. En meestal werd het laat. Ook 's morgens. Gelukkig was er geen leerplicht. Na 3 maanden zat de herberg propvol. Er kwam een herberg aan de overzij. Het Friese paar. Winger bleef de oude herberg trouw. De Wingerclub noemden de Dokkumers de bezoekers. 3 pullen dronken ze. Een ongeschreven wet. De avond werd besloten met een dranklied. Voor de bezoekers van het Friese paar ging het niet ver genoeg. Ze wilden ook aan elkaar zitten. Ze wilden 's avonds niet terug naar huis. De Dokkumers spraken van de ex-Wingerclub. Later werd de E weggelaten. De Noormannen kwamen een eeuw later voorbij. Ze hieven alle clubs op. Het waren broeinesten van agitatie, vonden ze. Gisteren is na meer dan 1000 jaar een nieuwe Wingerclub opgericht. In de statuten staat dat men het isolement van dronken mensen wil doorbreken door hang-, drink- en kotsplekken in te richten. Ook wil men een 40 graden ruimte creëren waar de leden zonder te rillen kunnen afkicken. Daarna kunnen ze vol goede moed een nieuwe start maken. Men hoopt daardoor de parken en stations te verschonen van dronkenmanspraat. Tevens hoopt men dat de Wingerclubleden contacten zullen aanknopen en hun smarten zullen delen.